Welkom, saboteur. De komende dagen ga je met 6 kinderen spellen spelen. En jij bent de saboteur. Saboteur, de komende dagen ga jij 10 spellen spelen, waarmee uiteraard geld te verdienen is. Het is jouw taak om de spellen te saboteren, zodat er zo min mogelijk geld in de pot komt. Uiteindelijk de winnaar gaat er vandoor met de groepspot. Je kan ook min geld verdienen of verliezen, het is mooi bekijkt. Erg handig voor je. Er zijn ook jokers te verdienen voor de stemronde. Bij het verdelen op wie de kandidaten zitten. Uiteraard kan jij nooit weggestemd worden, want jij bent de saboteur. Jij gaat altijd door. De kinderen kunnen ook zelf automatisch doorgaan naar de volgende ronde. Bij de vrijstelling. Dan hoeft de deelnemer geen zorgen te maken. Zie sowieso door. Hoe het verder gaat met de stemronde en het verdelen, dat leg ik je later uit. Ik ga je nu voorstellen aan de 6 kinderen die gaan meedoen. De eerste die gaat meedoen. Hoi, ik ben Pien Mulder. Ik ben 11 jaar en ik woon in West. Ik zit in groep 7 en mijn hobby's zijn zingen, dansen en musical spelen. En ik hou van lezen en van buitenspelen. Dus ja, ik heb er echt heel veel zin in. Dus ja, doei! Hoi, ik ben Moos van der Meulen, ben 11 jaar oud, kom uit Rijp en mijn hobby's zijn gamen en voetballen. Voetballen doe ik bij SV Rijp. Ik vind het heel leuk en sta rechtsachter. Gamen vind ik ook heel leuk. Nou, dit is dan mijn kamer. En het laatste wat ik over mezelf wil zeggen is dat ik een enorm Harry Potter fan ben. Maar misschien hadden jullie dat al gezien aan mijn Harry Potter trui. Tot snel! Ik ben Rafael, ben 11 jaar en woon in Lelystad samen met mijn broer van 16, mijn zusje van 7 en natuurlijk mijn moeder. Mijn hobby's zijn tekenen en dansen. En hier verzin en teken ik de verhaaltjes. Ik hou van dansen en noteren. Ik heb een broertje en een zusje. Ik treed op in Rotterdam in het Pleintheater. Ik hoop je graag te zien bij de saboteur. Hallo, ik ben Xiaozong. Ik ben 11 jaar en mag dit jaar meedoen aan de saboteur. Ik heb super veel hobby's, waaronder andere schrijven, tekenen en muziek maken, zoals op mijn keyboard spelen. Vind ik buitenspelen in de tuin of voor. En met mijn hond Nino spelen ook superleuk. Het eerste spel zal zich afspelen in een wijk, maar daarover later meer. Eerst zal, zonder dat de deelnemers het weten, een veiling plaatsvinden voor een vrijstelling. Ze krijgen een videoboodschap te zien. Die zal ik jou vast even laten zien. Beste deelnemer, mijn naam is Kwan, de saboteur van 7-1. Ik heb een vrijstelling voor je. Daarmee ben je door naar de volgende ronde.
Je kan de prijsstelling kopen. Op het scherm zie je straks helpbedragen oplopen. Zeg stop bij het bedrag wat je de prijsstelling waard vindt. Als je de hoogste bieder bent, gaat het geld uit de pot. Jij krijgt dan de prijsstelling. Komt er een kruis in beeld, dan kan je niet meer bieden. Je hebt dan geen vrijstelling. Ben je er klaar voor? Uiteindelijk lopen de geldbedragen hoog op. Ik ben benieuwd waar iemand gaat stoppen. Ik wens je heel veel succes de komende dagen bij de Saboteur. Volgende week in De Saboteur. Beste deelnemer, ik heb een vrijstelling voor je. Je kan de vrijstelling kopen. Als je de hoogste bieder bent, gaat het geld uit de pot. Ben je er klaar voor? Nee, eigenlijk niet.